Dames en heren, jongens en jongens en meisjes. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik wedergekeerd in Content Veen. En kijk eens wat een prachtige dag het is. De lucht is blauw en ik hou van jou. Een tijdje geleden vroeg ik aan jullie of jullie het leuk zouden vinden als ik in mijn basis een rondleiding zou doen. Dus vandaag gaan we dat ook doen. Ken je het nou allemaal? Dan krijg je het gewoon nog een keer te zien. Maar ben je een beetje een nieuwe kijker van mijn Content Veen serie? En vraag je nou altijd af wat bijvoorbeeld in dat huis zit? Of wat er in dat huis zit? Of in mijn kasteel zelfs? Dan is dit het moment. Like deze video even met je... pink. Want dan... is Edo een dikke stink. Nou, laten we dan maar gelijk beginnen. We beginnen bij de poort hier. Je hebt hier, als je aankomt gelijk natuurlijk dit pad hier wat ik naar Kingdom Forden wil maken. Je komt uit de Nether Portal net bij mijn kingdom terecht. Je denkt, wow, een poort. Nee, dan loop je lekker door. En dan heb je hier rechts gelijk een farmpje die ik eigenlijk nooit gebruik. Het is meer een sierfarmpje. Maar wanneer ik een keer weer nieuwe hooibalen voor details nodig heb, nou, dan staan deze hier. Dus het is altijd handig om, om hooi hier te hebben. Nou, vervolgens hier rechts heb je een toren wat bij de poort hoort. En om eerlijk te zijn, dit is gek. Dit vind ik gek. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, zo'n deur. Dit is een deur... oh. Hallo, dan kan ik zo kijken. Ik wou zeggen, dit is een deur voor midgets. Je past alleen dwerg doorheen. Dwergdeur. En de poort heeft Floor natuurlijk gemaakt. Dus hier heb ik niks mee gedaan. Dan kom je binnen en dan kom je natuurlijk gelijk bij het pleintje. Maar daar komen we zo. Eerst hier rechts, dan hebben we de deur. Dan kom je aan de andere kant van de poortje binnen. En dan kunnen we wel even omhoog lopen gelijk. Een trappetje omhoog. En dan hier kan je door de poort heen lopen. Zo, waardoor je nou heel leuk kan kijken. Een beetje naar misschien Yultimax die er weer aankomt of zo. Ja, en dan hier omhoog is natuurlijk... ja. Dit. Oh, dan kan je trouwens de muur op. Althans, alleen dwergen mogen weer nu. Waarom doen die deuren zo raar? Kijk, hier kan je de muur op, zoals je wil. Ik wil alleen niet waarom de deuren zo raar doen. Nou, dan gaan we aan de andere kant van de poort gaan we er weer gezellig uit. Oh nee, trouwens, je kan er ook op. Oh, alleen hier is niks. Nou, aan de andere kant is het hartstikke leuk. Dan heb je best wel veel ruimte. Dit moet wel nog allemaal een interieur krijgen. En dan kan je wederom de muur op om een leuk rondje te gaan lopen om het kasteel heen. Maar ja, wederom... dat gaan we straks doen. Hier beneden is het ook allemaal nog leeg, maar dat maakt allemaal niet uit. Oké, dan kom je gelijk op een van mijn favoriete plekken, het plein. Dat hebben jullie denk ik de afgelopen afleveringen natuurlijk wel allemaal gezien. Met het restaurantje zo, waar een tafeltje van mist. Alleen ik weet nog niet welke de mist. Het is een tafeltje gestolen door Nathan, maar ik weet niet waar die stond. Welk tafeltje het was. Volgens mij hier ergens stond hij zo. Binnenin is nog helemaal niks. Dat moet ik nog maken. Ik moet hier natuurlijk nog gewoon een leuk restaurantje maken. Maar van buiten ziet het er heel leuk uit. Nou, het plein heeft gewoon markjes, kraampjes kan ik beter zeggen, die daadwerkelijk benut worden door hier, René en Floor. Die door mij. Heeft iemand al hout gekocht? Oh! Wow! Mensen hebben echt veel hout gekocht. Oh my days. Dat ga ik in mijn volgende aflevering gewoon uithalen, want nu is het natuurlijk de rondleiding. Maar het hout hier, dat wordt gewoon echt ziek gekocht. Damn. Lekker Kees. Dus Kees. Dan hier nog een kraampje. Dit is een kraampje van Nathan. Ik weet niet of er al dingen gekocht zijn bij Nathan. Een chest ding is... nou, nog niet. Oh, jawel. Er is best wel wat gekocht. En een standbeeldje natuurlijk. Nou, dat is het plein. Dan gaan we gelijk hier naar links. We gaan een beetje gewoon zo de hele buurt scannen. Hier links heb je mijn prachtige steenopslag. Ik wou zeggen winkel, maar het is gewoon opslag. Hier staat iedereen. René, Floor, ik slaan hier ons steen op. Zodat we altijd al het steen bij elkaar hebben. Nou, dat ziet er leuk uit, toch? En klei. Gewoon alles wat een beetje uiteindelijk met steen te maken heeft, weet je? Bovenin is het nog leeg. Oh, een kat. Horen jullie hem ook? En een koe. Of een paard. Het zal wel. Als je dan weer naar buiten gaat hier, dan kunnen we gelijk even dit grote huis hier... pakken. Dat is het huis van Floor. Hier woont zij. Ze heeft een mailbox met niks erin. Barry is nog steeds vermist. Ze heeft een kat. Huis van Rini en Floor. Het is eigenlijk gewoon alleen het huis van Floor. Van Floor. Ik vind het interieur van dit huis vind ik zo leuk. Het enige grappige is, jongens, het is natuurlijk als je hier kijkt, een middeleeuws dorp. Weet je, een kasteel en weet ik wat allemaal. Het is vet ouderwets. En dan kom je in Floor haar huis en dan is het echt vet modern. Heeft ze letterlijk gewoon een keuken met koelkasten en zo. Dat besef moet je even hebben van, dat klopt toch eigenlijk helemaal niet. Een open haard. Die gewoon, kijk, dit ziet er nog wel een beetje middeleeuws uit. Maar dan hier ook gewoon een bank met een aquarium. Kastjes en kattendingetjes en zo. Weet ik wat. En hierboven geldt gewoon echt hetzelfde. Nou, dit is natuurlijk gewoon voor Minecraft zelf. Dit heeft niet echt een sierlijke reden. Maar hier gewoon een moderne slaapkamer met een kledingkast. Weet ik veel. Gewoon, ja, een bed is trouwens niet echt modern. Dat had je vroeger ook. En het gekste van allemaal, letterlijk een badkamer heeft ze. Floor heeft gewoon echt een badkamer met een douche. Oh, en als het goed is, hij werkt gewoon zelfs de douche. Hoe stom is dat? Floor heeft gewoon daadwerkelijk een werkende douche. Een toilet, een bad, een goot... hoe heet het ook alweer? Gewoon niet een gootsteen, een badmeubel. Oh,
En boven natuurlijk gewoon de chest room hier rechts. Wat zit hier links eigenlijk? Wat is dit? Oh, wow. Weet je dat ik hier nog nooit geweest ben, deze slaapkamer? Oh my days. Floor heeft hier gewoon nog een slaapkamer. Oh, hier is een boekje. Kan ik wat inschrijven? Takeboek. Floor is stom. Hoppakee. En hier natuurlijk de chest room. Hartstikke leuk. Hier stil ook heel vaak dingen van Floor wanneer ik iets nodig heb en wanneer ik het zelf niet heb. Als jij deze video trouwens wat tegenkomt, wat jij nog nooit eerder hebt gezien in mijn basis, reageer dat dan even en wat het ook is. Want ik ben wel heel benieuwd. Oh, en reageer even vanaf welke episode jij bent begonnen met kijken. Heb je ze allemaal gekeken? Of zeg nee, ik kijk pas de afgelopen 4-5 episodes. Wat helemaal niet erg zou zijn. Nou, al zou je, dat maakt mij natuurlijk niet uit. Het is wel leuk om ze allemaal terug te kijken natuurlijk. Maar goed, laten we dan gelijk het huis van Berend en Berendina bekijken. Die wel vermist zijn, helaas. Maar ja, dat heeft tegenwoordig ook een leuk interieur. En normaal wonen hier twee villagers, Berend en Berendina. Maar die zijn, ja, zoals ik al zeg, vermist. Er zijn heel veel wezens vermist in mijn dorp. Ik word er echt niet van. Ik wil er niet te veel over praten. Tweede verdieping, leuk bed en weet ik veel wat. Derde verdieping is ook gewoon een leuke woonkamer. Een beetje, of ja, slaapkamerachtig. Gewoon meerdere slaapkamers hebben ze. Oh, dit is trouwens de slaapkamer van Berend en Berendina. En dit is een eenpersoonsbed hier. Ze is voor het kind, man. Kan ze ooit nog een kind krijgen? Dan kan hij daar wonen. Kan hij op zolder wonen. Alright, laten we dan gelijk hier tussen deze twee huizen hier omhoog gaan. Hier links is alles nog in de bouw. Je moet nog van alles komen. Hetzelfde geldt voor hier rechts. Hier naar links is de mine naar beneden. Nou, daar ga ik niet helemaal in om te laten zien. Maar dit gaat nou gewoon naar beneden en dit gaat weer omhoog. En dan zie je, kan je gewoon lekker minen. Dan gaan we doorlopen. Hebben we een boom die helemaal ingebouwd is hier. We hebben hier Frederiks huis. En Frederiks huis is een beetje vreemd. Want er zitten allemaal, ja, geheime dingen. En ik weet nou niet wat dit allemaal is. Er moet nog achterkomen. Maar ik heb Frederik altijd niet gezien. Ik ben benieuwd waar Frederik gebleven is. Hier hebben we het huis van Jason de Mason. Deze villager is als het goed is nog niet vermist. Dit is een Mason en hij Jason als het goed is. Ja, kijk, daar hebben we hem. Hij is er nog wel. Jason, alsjeblieft blijf bij me. Raak niet vermist. Alsjeblieft, ik smeek het je. Dan lopen we weer gezellig terug. Oh nee, trouwens, dat we, voordat jullie afvragen wat deze poort voor is. Dit is namelijk de zijpoort en die leidt naar de jungle. Dat is naar Kingdom Jungle. Nou, die is daar tegenwoordig woont. De helft van de jungle woont hier in mijn basis. Maar dat was de oude basis van René en Floor en Maurits. Nou, hier omhoog hebben we René de mega huis. En dit is me toch een huis, jongens. Hè? Oh, ik vind dit ook zo'n lijp huis. Met een leuk, wederom modern interieur. Als je hier binnenkomt, kom je namelijk ook gelijk in de keuken met de koelkasten en weet ik wat allemaal. Pas lekker bij het middeleeuws hier. Dan omhoog heb je wederom een aquarium met een eenzame vis. Ik hoop dat je echt binnenkort een vriendje krijgt. Oh, ben je eenzaam, hè? Oh, wat zielig. Dan de chest room hier, heel leuk. En ik vind deze deur. Oh, hier zaten deuren. Dat vond ik heel leuk, maar de deuren zijn weg. Je hebt je slaapkamer. En ik vind dit zo'n gezellige slaapkamer. Hè? Je kan je lekker aan het bureau zitten zoals je wilt. En dan hier natuurlijk de bedden. Ik ga gelijk even slapen op de dag. En dan heb je natuurlijk ook nog de zolder waar. Oh, die is ingericht tegenwoordig. Ah, ik wist niet dat deze ingericht was. Lijp. Wow, wat de hel. Dit ziet er echt goed. Oh my days, dit ziet er leuk uit. Dit is ook een soort, ja, sierlijke storage. Sierlijke opbergruimte. Gewoon echt een zoldertje is dit. Lijkt ook echt op een zolder. Dan hierboven heb je al gewoon een torentje. Maar dan kan je niet zoveel. Maar wel een leuke toren. En dan komen wij natuurlijk weer buiten aan de andere kant van de deur. Dat je denkt, maar hier waren we net toch niet? Net gingen we er hier in. Zo. En dan gaan we er nu daar uit. Althans, ik kan ook wel de deur dicht doen. Omlopen zo. Kom je op hetzelfde punt uit. En dan kom je hier uit. En dan ben je in één keer aan de andere kant van de stad helemaal. Want daar is de poort voor jullie beeldvorming. We hebben hier dit huisje nog. Die moeten we zo nog pakken. We hebben daar de arena. Weet ik wat allemaal. Daar komen we nog. En hier heb je Floor, de nieuwe winkeltje. Ik gok dat dit Floor is. Ja, volgens mij is dit Floor de winkel. En die verkoopt gewoon letterlijk van alles. Die verkoopt niet kool, maar die verkoopt gol. Ja, hier gol. En dan hier een siermijntje waar je niet echt kan minen. Maar het ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Het zijn wel diamonds. Dus als ik nog diamonds wil, moet ik die gewoon hakken. Dan hier de pier. Ja, de pier, daar kan ik gewoon. Heb ik al vaak genoeg gevist. Heb ik dit allemaal opgevist. En voor de rest is het gewoon sier natuurlijk. Hier hebben wij een prachtige. Ja, wat is het? Een, ja, een markthuis of zo. Dus hij is al niet ingericht. Er moet nog een, ja, een villager komen, wat mij betreft. Die gewoon leuke dingetjes verkoopt. Het is redelijk klein, dus de inrichting gaat niet zo heel moeilijk ervan zijn. Hier beneden is het helemaal kaal nog. Hier is niks. Wel binnen de muren. Maar hier wil ik de begraafplaats bouwen. Want hier is natuurlijk de mega kerk. Vorige aflevering, ja, als je dat gezien hebt natuurlijk, heb ik daar gewoon de dingen ingericht en zo. Maar hier wil ik nog een mega begraafplaats maken. Dat gaat zo leuk worden. Dus dan moeten deze muurtjes hier weg. Dan wil ik hier een trap maken zo. Overigens heb ik deze hele muur hier zo zelf gemaakt. Dat heb je, als, ja, als je content 2 volgt, heb je dat gezien. Maar heb je het niet gezien en denk je, dit is gewoon natuurlijk. Nee, dit is lekker zelf gemaakt. Dat was wel een leuk project. Hetzelfde voor dit hier zo netjes. Gewoon wat netjes afgewerkt. Dan gaan we de brug weer over. En dan gaan we even kijken wat we nu gaan laten zien. Ik denk dat we hier dit trap naar beneden nemen. En dan komen we straks daarbij het kasteel. Ik denk dat het kasteel als laatste wil doen. Hier hebben we een nieuw huis van Floor. Hij is als het goed is nog niet ingericht. Hij heeft wel een trap al naar boven. Oh, het is wel al netjes afgewerkt. Als het ware de stucadoor is geweest, de schilder is geweest, de vloerverwarming, alles zit erin. Maar nu moeten gewoon de meubels nog. Zo voelt dit huis een beetje. Huh? Hij heeft twee ingangen dit huis. Wat lijp. Oh my days. Dit vind ik wel heel. Oh.
Wow, hier ben ik even door gedinges. Ik kom naar buiten. Kijk, waar ben ik ineens? Maar deze ingang heeft... dit huis bedoel ik, heeft twee ingangen. Op twee verschillende verdiepingen. Hier ga je naar beneden. En dan kan je hier ook weer naar buiten. Dat is gewoon de tuin. En dan kan je hier gewoon de straat weer op. Dat is toch... hoe lijp is dat? Ik vind dat serieus echt heel lijp. Dan hier beneden hebben we nog deze even. Hier is als goed is Arie erbij binnen. En dit is... ja, dit is de molen. Met een klein farmpje ernaast. Gewoon een gezellige molen. Komen we binnen. En wie hier Arie. Arie erbij is lekker aan het chillen. De beacon is hier beneden. Ja, ik vind een beacon nooit mooi. Maar ja, het heeft wel nuttig om hier een beetje healing en zo te hebben. Deze is gewoon al ingericht. Boven als het goed is ook. Ja, een beetje hooibalen. Dan weet je gewoon de opslag voor hooi. Dan hier buiten. En dan kom je in de tuin waar je gewoon niks kan. Je kijkt tegen een stenen muur. Hele mooie muur. Dan gaan we nu gelijk door naar de arena. Die is namelijk hier. Ben ik vorige aflevering mee begonnen met dit plein. Hier stond eerst het bijenhuis. Free het bijenhuis. Die heb ik vorige aflevering weggehaald. Wie missen ze nog steeds? Maar goed, kijk. Dan kom je hier en loop je langs het plein zo. En dan kom je de arena in. Hij is nog niet af, de arena, jongens. Ik wil nog heel veel leuke dingen ermee. Ik heb moeten heel veel wol heb ik daarvoor nodig. Misschien kun je het een beetje raden wat ik dan wil doen. Misschien ook niet. Jullie gaan het in ieder geval zien. Maar hij is wel al ready om in te vechten en zo. Je kan letterlijk wel al mensen hier neerzetten. Mensen kunnen in het publiek staan. Mensen kunnen zitten. Mensen kunnen nog hoger zitten. Ze kunnen naar het plein kijken terwijl ze hier staan en zo. Weet ik voor wat ze allemaal willen doen. Het ziet er wel leuk uit, hè? De dingen. Zo, ik had nooit gedacht dat deze survival begon. Dat we zo ver zouden komen met alles wat we deden. Het is zo'n grote stad geworden inmiddels. Maar goed, en daar heb je de uitgang. Alleen daar is niks. Dan loop je tegen de muur aan en that's it. Dan hier weer naar buiten. Dan kan je gelijk rechts hier... je zou hier zeggen een mine in. Een cave of zo. Maar als je nou niet weet wat dit is... dit is allemaal nog work in progress trouwens. Maar dat zie je natuurlijk wel dat dit nog lang niet klaar is. Als je hier dan heen loopt, dan kom je hier. En het is ook wel een soort grot. Want kijk, hier heb je echt een mega grot. Het is echt bizar groot. Je ziet alleen weinig, want het is helemaal pikkerdonker. En dan loop je door. Kijk, dan ga je vanaf daar lopen. Dan loop je zo rustig door deze kant op. En is het mooi rond afgewerkt. Daar heb ik echt mijn best op gedaan dat het echt netjes rond is. En dan kom je hier... het is trouwens ook nog niet af, hoor. Dit moet allemaal nog mooi gemaakt worden. Maar dan kom je hier ineens weer op het plein terecht. Dan kom je letterlijk gewoon weer hier bij de ingang terecht. Dus wil je nou sneller... ik denk dat dat de snelste route is naar het kasteel. Ja, of toch wel via daar links, hoe we net gelopen hadden. Maar ik gok dat als je zo loopt, dat je er ook best wel snel komt. Het enige is... het is toch een beetje om, want je gaat helemaal ondergronds. Je gaat naar links. Dan vervolgens hier weer naar rechts. Nou, het is wel leuk dat je dit ziet dan. En dan weer zo omhoog hierheen. Maar dan kom je, ik denk wel de snelste route naar de arena. 100%. Als je wil lopen. Ja, want uiteindelijk ga je vanaf hier. Kijk, om het even als beeldvorm te hebben. Je gaat hier erin. Hier waren we net. Zie je, is de ingang. En je komt daar eruit. Dus op zich is het ook wel weer heel erg om. Maar het is wel een leuke route. Nou, laten we dan nu nog even hier omhoog lopen. Dan hier naar rechts heb je allemaal nieuwe dingen. Zoals hier heb je heel veel ruimte voor... heel groot rijtjeshuis wat hier komt. Er komt echt zo'n lang huis waar dan echt 3 of 4 huizen in zitten. Wat leuk is, gewoon sierrijtjeshuizen. Nou, hier, het is te klein om iets te bouwen, dus dat wordt gewoon grond. Hier kan je leuke kraampjes en weet ik wat. Er moet nog een pad komen. Dan gaan we hier omhoog. Ga je hier nog een keer omhoog. Dan kom je hier helemaal uit. Hier komt 100% een huis. Ik zie het helemaal voor me precies hier met een voortuintje. Misschien... ah! Een achtertuintje en zo. Het wordt echt netjes afgewerkt inmiddels, jongens, zoals je ziet daar. Dat loopt helemaal door. Als je afvraagt, Max, maar de vorige aflevering was dit er nog niet. Floor heeft dit gedaan. Floor die dacht eventjes van, laat ik even dit hele hoekje hier gewoon eventjes zo bouwen. Ik heb daar letterlijk al die dingen bijna gedaan, behalve daar dan even. En Floor dacht, weet je wat, ik ga ook mijn part doen met de vloeren bouwen. En die heeft gewoon letterlijk dit allemaal gebouwd hier, dit hoekje, gewoon dit kleine hoekje hier zo. Dankjewel Floor, dat scheelt me heel veel tijd. Maar hier komt dus nog een huis, dan ga je hier omhoog. En dan komt hier nog een huis, dan ga je hier omhoog. En dan kan hier nog wat leuks komen. Ga je hier omhoog en dan heb je hier nog... zo'n perfecte ruimte voor ook wat leuks. Ik weet alleen nog niet wat hier gaat komen. Maar er is gewoon echt nog veel ruimte om hier wat te bouwen. Kijk, al die platformen, jongens, waar gewoon zoveel gebouwd kan worden. Imagine dat hier ook allemaal huizen staan. Nu is het echt gewoon de rechterkant van het kasteel daar. Daar allemaal is volgebouwd en links staat nog niks. Maar ja, eerst moet je het een beetje gelijk maken. Ruimte maken voor de huizen en dan kan je pas de huizen maken. Trouwens, Floor, ik ben echt impressed dat jij dit gewoon allemaal even snel gedaan hebt zo. Oh, hier is alleen een foutje gemaakt. Oh nee, dat kan niet anders. Ik zie het al. Dat kan niet anders. Zo, en dan hierheen kan ook nog van alles komen. Weet ik veel wat. Laat vooral je ideeën achter als je hier bijvoorbeeld nog dingen wil zien, jongens. Ik bedoel, er is zoveel ruimte. Er is zoveel ruimte voor nog huis overal. Daar moet het nog even netjes gemaakt worden. Ga ik nog doen. Hele plein en zo. En dan daar in de hoek nog. En dan de begraafplaats. En om eerlijk te zijn is volgens mij dan... nou, af wil ik het ook niet weer niet noemen. Maar ja, dan is er gewoon geen ruimte meer voor meer. Dus dan moeten we of gaan uitbreiden. Dat bijvoorbeeld de muur aan die kant er helemaal uit moet. Of de muur
muur aan deze kant er helemaal uit moet. Zodat we breder kunnen gaan en verder kunnen gaan bouwen. Maar ja, uiteindelijk is het vol, hè? Dan hier hebben we nog de blacksmith. Dat is een klein, heel klein blacksmithje waar Buddy woont. Alleen ja, zoals je hier ziet, Buddy is vermist. Free Buddy nog steeds in de reacties. Dan gaan we naar binnen. Een heel simpel interieur. Het is echt een 2 tot 3 verdieping huis, zoals je ziet. Maar ik was te lui om een trap te maken, dus het is wel binnen 1 verdiepingen. Normaal staat Buddy hier te chillen. Helaas is Buddy niet meer aanwezig. Ik weet niet waar die is. Nog steeds niet. Dan lopen we door. Dan komen we hier bij een leuke tuin terecht. Nou, dan kan je als je wil even gaan zitten en gaan vissen lekker. Hier wil ik misschien nog een villetje doen. Maar aangezien we nog zoveel ruimte met huizen gaan hebben. Hallo, ik hoor een kat. Oh, die zit hier achter natuurlijk. Aangezien we hier nog zoveel ruimte gaan hebben, denk ik van ja. Of in door het dorp. Waarom zou ik dat daar een villetje doen? En hier komen we bij Frank de Fisherman aan. Die altijd hier staat omdat hij vast zit door dat potje. Zou ik me eens bevrijden, jongens? Maar dit is Frank de Fisherman zijn huis. Deze fisherman, ja, die verkoopt gewoon visdingen. Hier, kijk, ik help je af. Kom maar. Volgens mij zat je daar al zo lang vast. Ik zeg niet dat je dan weer... Nee, als je er weer gaat zitten, bevrijd ik je niet meer. Nee! Nee! Dan boven hier hebben we natuurlijk gewoon, ja, zijn slaapverblijf. Dan kan je hier leuk op het balkon staan. Nou, hartstikke leuk. En dan dit hier, jongens. Als je afvraagt, waarom staat hier een boom met een ladder? Dat is toch helemaal niet mooi, een ladder op een boom? Deze ladder is van de allereerste aflevering van Content Veen, in de livestream zelfs. Toen Reno en ik aan het zoeken waren naar een plek waar wij onze basis konden bouwen, wilden wij tijdelijk even ons kamp hier boven op deze boom opslaan, zodat we niet aangevallen konden worden. Maar uiteindelijk zijn we doorgelopen en daar waar het kasteel nu staat, hadden we de kisten geplaatst op de grond en zo. Ja, uiteindelijk is dit allemaal gaan ontstaan natuurlijk. Maar dit was ooit natuurlijk gewoon bos, hè. Dit allemaal was bos. Alles wat je hier ziet staan, was gewoon ja, letterlijk zoals je daar achter de muur, je kan het bijna nu niet zien, maar was gewoon bos. Er stond niks. Zoals deze boom. Dus vandaar dat dit is de enige overgebleven boom in het hele dorp. Oh nee, trouwens, dat is niet waar. Er staat er daarachter ook nog één. Maar dit is gewoon een monument, dit boom. Weet je, deze boom. Die mag gewoon nooit weggehaald worden. Dan hebben wij alles laten zien van de huizen. Dan lopen we nu gelijk door naar de kerk. Die kerk, dan heb je hier een ingang en je hebt een zij-ingang. Maar laten we maar gewoon even deze ingang pakken. De kijk, ben ik vorige aflevering mee begonnen aan de binnenkant. Het is nog lang niet af, de binnenkant, zoals je kan zien. Maar het ziet er wel al heel gezellig uit. Ja, moet het er gezellig uitzien, is de vraag. Moet een kerk er gezellig uitzien van binnen? Of moet het er gewoon kerkelijk uitzien van binnen? In ieder geval. Die leuke bankjes hier waar je kan zitten, zo hoppakee. Zelf ben ik niet gelovig, maar ik vind een kerk gewoon ook echt een kunstwerk. Vandaar dat ik het zo mooi en zo leuk vind om te bouwen allemaal. Ik weet niet waarom. Het is gewoon zo qua architectuur zo mooi in elkaar gezet altijd. Dat in Minecraft het nabootsen ervan, zoals je een beetje van de buitenkant kan zien. Nou, dat is gewoon echt een klus. Maar dat vind ik echt, echt heel leuk om te doen. Nou, ik ben best wel trots op deze kerk. Ik vind het wel echt een leuk dingetje geworden. Hier heb je de zijingang. Zo. En dan de toren hier moet nog helemaal gedaan worden. Hier, ja, dit loopt een beetje de afgrond in, zoals je ziet. Maar dan kom je op de muur terecht. Hallo, lama. Hoe is het met jou? En dan nu hebben wij volgens mij het hele dorp met alle huisjes en alle frutsels en fratsels en paden en dingen. Volgens mij heb ik niks gemist. Als ik iets gemist heb, moet je het even laten weten. Maar volgens mij heb ik alles wel laten zien van het dorp. Dus nu het kasteel. Het kasteel is een beetje outdated van de buitenkant. Als in niet de buitenkant van het gebouw, maar dit hier. Kijk, het hele dorp is heel stedelijk. En dan kom je hier en dan heb je zo een pad. En dan ziet het er allemaal een beetje nog rommelig uit. Maar dat komt omdat ik dit kasteel als allereerst... Dit was het allereerst. Toen kwam het tuintje hier en zo natuurlijk. En daarna ben ik pas dit hele dorp gaan bouwen. Waardoor ik uiteindelijk hier gekozen heb om het veel stedelijker met stenen vloer te doen. En veel georganiseerder zoals je hier ziet. Dus dit moet uiteindelijk allemaal nog verbouwd worden eigenlijk. Ik wil dat meer gelijk vloers hebben. Ik wil een nieuwe stal bouwen die even wat duidelijker is. Waar overigens mijn dieren nog steeds veel mis zijn. Waar zijn alle dieren? En deze kraampjes zijn ook van Berend en Berendina natuurlijk. Alleen ja, die zijn verhuisd naar het dorp, weet je. Ook inmiddels vermist. Maar goed, dan hier in mijn dorp heb je deze muur. Die gaan we als eerst laten zien. Dan kan je binnen. Hier woonde ik vroeger. Dit is letterlijk de plek waar ik... Nou, misschien ken je het nog wel van de allereerste afleveringen van mijn serie hier. Is dat ik voor het kasteel er stond. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga in deze toren wonen. Zodat ik als het goed is hier allemaal kisten staan. Hier wat kisten, wat furnaces en weet ik veel wat. Uiteindelijk heb ik er mijn smelthuisje van gemaakt. Nou, dat moet ik ook nog even verplaatsen. Dan hierboven, hoppakee, is ja, dit. Ziet er leuk uit. En dan hier was... Oh ja, dit was mijn enchanting room. Vandaar ook dat je dit allemaal ziet. Kijk, je ziet ook precies de vorm nog van waar de boekenkasten stonden. En dan hier in het midden stond mijn enchanting table. Damn, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ja, het kasteel ziet er wel echt nog leuk uit, jongens. Daar ben ik ook nog steeds trots op, gewoon. Nou, laten we naar binnen gaan. Je komt hier aan. Nou, trouwens, hier kan je nog even voordat ik naar binnen ga. Kan je naar rechts. Er is nog niet zoveel. En dan kan je hierheen lopen. En de muur op, gewoon. En dan kan je de hele muur rond. Maar als je hier binnenkomt, zo. Dan kom je gelijk in mijn... Ja, wat is het? Mijn grote hal terecht. Althans, eerst in 2 kleine afslaagkamertjes hier. Die pakken we zo de grote hal. We gaan eerst hier en hier in. Hier heb je... Hier stond Brutus altijd. Of nee, Buddy. Buddy is verplaatst. Ik moet mijn kasteel even binnenkort weer gewoon een keer een paar restauraties doen. Want een paar dingen zoals je ziet
Ja, dat zijn een beetje vervallen kamertjes waar niet meer zoveel gebeurt. Dan hier links loop je gelijk hierheen. Dan kom je in deze kamer die ook nog interieur nodig heeft. Dan hier heb je Bonky de Villager. Nou, Bonky de Villager woont nog wel in het kasteel. Maar binnenkort wordt hij ook verplaatst naar een andere locatie. Dan hier buiten, dan kom je gelijk op dit plekje terecht. Waar je hier links zie je de ingang voor jullie beeldvorming. Dan loop je door naar de toren hier, maar er is niks in de toren daar. En dan hier rechts, als je buiten komt gelijk, dan kan je ook naar de kerk toe lopen met een extra pad. Zie je, dan hier liepen we net zo daar binnen. Dan kan je ook hierheen, dan kom je op deze plek terecht in het kasteel. Dan gaan we weer terug, daar was de grote hal waar we vandaan kwamen. Dan hier links loop je hierheen. Is nog een lege gang hier. Dit wilde ik ooit met donatiemuur van maken voor tijdens de streams, maar dat heb ik heel slecht bijgehouden. Dat is mijn fout. Sorry. Maar ik vind video's met content vind ik toch veel leuker. Dan lopen we door hier en dan kom je eigenlijk bij een logeerkamer. Wat ik ooit een logeerkamer wilde maken. Dit ziet er echt niet uit. En hier heeft Jori toen een tijdje geleden zijn spullen neergelegd. Die kan ik eigenlijk wel gewoon stelen. Want het is nu al zo lang bij mij dat het gewoon van mij is. Hier zit quartz. Ik weet niet waarom. Zie je? Er zijn een paar dingen in mijn kasteel die ik gewoon echt even moet gaan kijken. Want ik heb het een beetje laten vervallen, het kasteel. Omdat ik zo druk bezig ben met de buitenkant, ben ik gewoon niet meer bezig met de binnenkant. Dan kom je hier in de grote hal terecht. Hier wil ik een keer kaarsen van maken. Dat hier rechts heb je de nooduitgang naar buiten. Dan gaan we nu niet doorheen lopen, want we hoeven niet naar buiten. En dan de trap omhoog, maar we gaan eerst doorlopen. Hier rechts heb je de village die ik denk ik het meest gebruik van allemaal. Bertha, want Bertha verkoopt XP-bottles en die gebruik ik altijd om mijn spulletjes te repareren, omdat er mending op staat. Dan hier naar links bij de open haard, dan kom je in een gang terecht en dan kom je in de leuke grote eetzaal. Waar ik heel vaak dus niet zit. Want ik zit hier eigenlijk nooit natuurlijk. Maar het kan wel. Je kan hier gewoon aan tafel zitten nu. Zie je het daadwerkelijk zo. Ziet er hartstikke gezellig uit. Misschien moet ik maar een keertje een etentje doen met iedereen. Met hier bijvoorbeeld een... Dat ik hier zit zo. Hoppakee, in deze. Zit hier René. Zit hier een Floor. Zit hier een Robin. Zit hier een Nathan. Zit hier een Justin of zo, weet je. En dan kunnen we gewoon een keer gezellig met z'n allen eten. Praten over de goede oude tijd van de oorlogen in Content Veen en weet ik wat. En trouwens, met Nathan heb ik ook bij een oorlog omdat hij mijn spullen steelt. En dan hier een grote brug die helemaal leidt naar het koninkrijk van Justin en Robin. Daar is de ingang ervan. Die ga ik vandaag niet laten zien, want ja, dat is niet mijn koninkrijk. Hé, daar steekt gewoon een boekenkast uit, wat slecht. Nou kijk, het is een hele leuke brug. Je kan er ook doorheen lopen, maar daar kom ik zo meteen nog. Het is een hele grote brug. Hij zweeft helemaal over de dingen. Zenathan zweeft, hij zit vast aan de muren. Waardoor het echt een legitte brug is natuurlijk. Maar ik vind hem echt heel leuk, deze brug. Voor jullie beeldvorming, wederom, daar is de kerk. Hier is de brug. Dit is de achterkant van het kasteel. Dan lopen we terug door de eetzaal naar de gang hier bij de open haard. Naar de grote hal. Dan beginnen we bovenaan in het kasteel, denk ik. Oh nee, trouwens, laten we even onder beginnen hier. Hoppakee, dan kom je in een soort... Hier wil ik de kerkers maken. Dit zijn gangen gewoon. Maar hier wil ik de kerkers maken. Hier rechts is naar de grote brug dat je net zag. En hier links is naar de muur. Dan kom je op de muur terecht. Kijk, nu zie je de brug trouwens veel beter. Dit is de brug. Mooie brug. Maar ja, hier loop je langs de muur zo. En bij de lama die we net zagen zo. Want dan stonden we daar. Dan gaan we weer terug naar binnen hier. Ik kan wel heel even naar de brug toe lopen als jullie willen. Dan ga je hier naar links. Loop je door. En dan kom je hier bij de prachtige brug uit. En dan kan je via de raampjes als je wil leuk naar buiten kijken. Hier, kijk zo. Wauw, zo mooi. Kijk, zo zag gewoon letterlijk mijn hele koninkrijk er een beetje uit. Gewoon helemaal bebolst. En weer terug in de prachtige grote hal. Dan nemen we de linker trap. Of je nou de rechter of de linker mee maakt echt geen reet uit. Je komt op dezelfde plek uit. Dan hier rechts is allemaal nog niet met interieur. Dus die laat ik zo meteen pas zien. Links is helemaal af. Daar ga ik gewoon nooit meer iets aan doen, denk ik. Je komt hier binnen. Heb je gelijk dit hier. Alles is af hier, behalve deze gang. Deze gang moet ik nog even leuk interieur geven. Gewoon even een paar kastjes plaatsen en zo. Dan hier omhoog kom je in mijn slaapkamer terecht. Nou, laten we gelijk even slapen, want het is nacht. Ik slaap hier bijna nooit. Ik heb altijd een bed bij me, gewoon op zak. Dus slapen hier, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dan lopen we weer terug naar beneden uit de slaapkamer zo. Hier rechts heb je dan gelijk een leuke gang. Gewoon met wat opslag, wat waar ik eten neerleg. Dit hoofd hier. Een leuk, ja... terrasje hier. Dat eigenlijk ook nog wel sier mag hebben. Wat een beetje inrichting mag gebruiken. En dan kijk je gewoon hier op de ingang uit. Hier beneden is de ingang zo. Dan deze toren hier. Ja, het is te klein om iets mee te doen. Maar het is een leuke doorloop om weer terug naar hier te gaan. Maar dat je bij het hoofd uitkomt. Dan hier mijn opslag. Het is echt een hele kleine opslag voor de hele grote basis die ik heb. Ooit wil ik dit ook wel een keertje verplaatsen. Maar ja, hè. Mijn spullen zoals mijn stenen zo liggen allemaal ergens anders. En weet ik wat. En dit is gewoon... Ja, dit is mijn opslag. Hier sla ik alles op wat ik heb. Zoveel spullen heb ik eigenlijk helemaal niet, jongens. Vooral omdat ik het allemaal gelijk... Als ik iets heb, dan gebruik ik het gelijk. Ik grind niet echt om heel veel spullen te houden. Ik haal spullen...
En gebruik het gelijk. Ik heb het nooit op voorraad, de spullen die ik nodig heb. Nou, hier een werkhal waar alle handige dingen liggen die je kan gebruiken om mee te bouwen. Bijvoorbeeld, nou, om mee te bouwen, mee te craften. Dan hier een prullenbakje. Als ik daar dingen in gooi, verdwijnen ze, zoals je ziet. Dan hier loop je over de muur door. Daar heb je de stallen en zo. Dan loop je hier langs de muur met... Ah, dan zie je al een beetje allemaal boogdingen. Omdat het natuurlijk een perfect plekje is om met bogen te gaan schieten op helemaal niemand. Want er loopt nooit iemand. Dan hier links loop je door en dan kom je in de prachtige... Hoe vaak heb ik het prachtig wel niet gezegd? Dan kom je in de leuke bibliotheek. De bibliotheek heeft veel dingetjes. Hier sla ik mijn boeken, boekenkasten, lecterns, papier en zo. Dat sla ik hier allemaal op. Ik heb echt heel veel boekenkasten overigens. Oh ja, en lapis lazuli sla ik hier op. En enchanted books. Oh, blijkbaar name tags ook. Ja, hier liggen heel veel dingen. Het is gewoon een leuke kleine bibliotheek. Als we dan teruglopen, dan was dit, als het goed is, de hele linkerkant van de bovenverdieping. Maar dan heb je ook nog een rechterkant die wel interieur nodig heeft. Maar dat is als je de andere trap omhoog neemt. Dan kom je hier uit. Ja, en dit is, kijk, hier zit als het goed is de bibliotheek achter. Dit wordt een woonkamer. Moet ik nog steeds doen. Hier zat de bloedlijn van Berend en Berendina, maar die is nooit afgemaakt. En hier de tralies. Ik weet nooit waarom ik hier niet gewoon glas gedaan heb. Dat ga ik denk ik nog een keertje doen. Maar het is leeg. Dan ga je hier omhoog. Kom je langs een hele lange gang. Zo die omhoog gaat hier. Dan kom je in de deur die heel random geplaatst is. Waarom staat de deur zo? Hoppakee. Met een trap omhoog hier. En dit is als het goed is het hoogste punt van het kasteel. Klopt dit? Nee, dat is het hoogste punt. Nou, dit is het hoogste punt wat je kan bereiken. Hoogste punt waar je kan staan door legit met de trap te komen, is dit. Ik denk zelfs het hoogste punt van heel mijn, ja, heel mijn base, als het ware, is deze toren hier. Zijn gewoon op het kasteel. De rendendisse staat net niet ver genoeg om de poort te zien, zo groot als het eigenlijk hier is. Maar goed, dan kan je de trap weer naar beneden nemen hier. Dat doen we ook gewoon even. En dan hier naar rechts. Kom je op dit plein, hier wil ik een tuin van maken een keertje. Misschien dat je een trouwplekje hebt, want ja, het ziet er gewoon leuk uit om hier. Weet je dat je hier van die stoelen hebt staan? Zo'n boog hier waar je onder kan staan, dat is gewoon mooi. Dat lijkt me gewoon mooi om te maken. Dan hier de vergaderzaal waar ik een echt zo mijn best had gedaan op een map, maar die gewoon verdwenen is. Ik denk dat hij gestolen is of zo ook. Of niet. Ik denk dat hij misschien zelfs gedespant is. Wat echt. Hier, kijk. Oh, wat vreselijk dat die map gewoon gedespant is. Oh, wat zonde. Want hier zat mijn kasteel. Ah, die maken we wel een keertje opnieuw. Empty map. Kijk. Hoppakee. Zo, hebben we een beetje geüpdate. Maar ja, dit is gewoon een vergaderzaal. Je kan ook lekker zitten als je wil en met elkaar praten over en weet ik veel wat voor zaken. Je kan wederom ook leuk uitzicht hebben naar het dorp daar, naar de kerk hier, naar Kingdom Cont of Koud daar. Als het goed is, heb ik nu niks overgeslagen en hebben jullie de volledige tour gekregen. Dat zijn mijn katten trouwens. Maar volgens mij heb ik niks gemist, hè? Of heb ik nog iets gemist? Moet ik nog iets laten zien? Nee, als ik zo een rondje loop, denk ik dat ik wel alles gehad heb. Ik kan er wel even overheen vliegen en een paar shots van boven. Ja, shots tot hoe ver ik de shots kan laten zien. Natuurlijk met die lightra vliegen, dat is leuk. Maar ik kan nooit echt stil hangen. Maar ik kan wel even kijken of ik jullie een beetje leuk... Kijk, dit is het, jongens. Of ik het een beetje leuk kan laten zien. Maar dit is het kasteel gewoon. Dit is het hele dorp. Het is zo ver al. En ik zie het al helemaal voor me hoe het gaat zijn als het gewoon echt af is. Het gaat nog wel verduren, jongens. We zijn er nog echt nog lang niet. Maar het schiet wel echt al heel erg op allemaal. Hier gaan we even heel hoog vliegen zo. Hier, kijk, het schiet zo erg op. Alle progressie begint nu langzaam zijn resultaat te laten zien van hoe het eruit ziet. Hier is de bel, overigens. Oh, dit is niet gewakst. Dit is niet gewakst. Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb. Maar volgens mij heb ik elke binnenkant van het huis laten zien. Heb ik echt alle mogelijkheden laten zien. Mogelijkheden, alle mogelijke ja, dingen die ik kan laten zien. Laat vooral even weten als ik iets gemist heb, jongens. Als jullie zo dusdanig content fame fans zijn. En jullie denken, oh Max, je hebt dit niet laten zien of je hebt dat niet laten zien. Laat het weten, want volgens mij heb ik echt alles laten zien. Elke kamer, elke weet ik veel wat. Elke hoek, elk gat. En laat even weten als je tot zover in de video gered hebt. Want ik weet niet, als je misschien... alles gevolgd hebt, had je geen zin in een server tour, dus... reageer even kaneelstokje als je nog bij de video bent op het moment. En like dan eventjes gelijk. En abonneer ook even. Kaneelstokje. Ik weet niet waarom, maar reageer dat maar gewoon als je nog steeds de video kijkt. Goed, dat was even een ander soort video dan normaal. Normaal is content van natuurlijk progressie of leuke dingen doen en weet ik wat. Maar ik dacht, ik wil jullie gewoon een keer even een volledige server tour geven. Zeker ook omdat... of de basis tour. Want als de basis dan ook een keer echt af is, dan kan ik op deze terugkijken... Ik heb al een keer eerder een tour gedaan. En dan kijk ik nu ook op terug. Denk ik, wow, dat zag er zoveel anders uit nu. En als dan dit ook helemaal af is. En dan kijk ik terug op deze video. Denk ik, wow, toen zag het er nog maar zo uit. En nu zijn we alweer zo ver, weet je. Dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen. Maar goed, dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. Kijk nu lekker deze video. Want dit is het vorige content van Neil. En hierin was wel gewoon progressie. Een leuke timelapse. Weet ik wat allemaal. Het hele pakket zat gewoon in deze video. Spreek later, glaasje water, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.